hebben het al gehad. We hebben kritisch gekeken naar jullie presentaties en naar jullie posters. Er was veel verschil. Sommige presentaties waren duidelijk te lang of een beetje ongefocust. Waar sommige van jullie robots recht op doel afgingen, presentaties meer ongeleide project. Maar er waren er ook een aantal bij die heel duidelijk to the point waren met een goed verhaal en een duidelijke conclusie. Hetzelfde gold een beetje voor de posters. Er waren sommige posters die zagen er heel precies. De groep die als eerste geëindigd is een groep die ook een duidelijk verhaal vertelde. Zowel in de presentatie als op de poster, wat denk ik heel belangrijk is, duidelijk aangaf welke keuzes er gemaakt waren, met motivatie waarom die keuzes gemaakt waren. De groep die bovenaan het poster en presentatieklassement is geëindigd is groep 16. Dus dan wil ik graag groep 16 vragen om naar voren te komen om een prijs in ontvangst te nemen. Mag niet binnen, niet buiten, mag niet binnen. Oké, zo bij de robots was dat heel duidelijk. Dus de eerste drie teams beginnen met de derde plaats. Dat was team nummer F23. De tweede plaats is team E20. Wil ik vragen om hier te komen. Nog een keer applaus voor het winnende team. Jij mag